ze heel goed gestopt. Om aandacht te vragen voor de verhuizing van de Schaamse Bibliotheek naar het centrum, startte de bibliotheek vandaag een actie. Bezoekers van de markt werden gestrikt en kregen een flyer aangereikt met de gegevens en openingstijden van de nieuwe bibliotheek. Ik loop vandaag rond en ik mag mensen strikken voor de bibliotheek. Dus ik geef ze een strikje en ik geef ze een flyertje met de nieuwe openingstijden van de bibliotheek. Aan de gestrikte de vraag wat zij vinden van de nieuwe locatie in het centrum. Je zal er eerder naar binnen lopen, denk ik. Het moet wel geweldig zijn, denk ik, als ik zo'n juffrouw zie, die een mooie juffrouw die dan voor deusje doorgaat. Dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nou, ik denk dat het misschien wel makkelijker is, dat het iets levendiger wordt in de bieb of zo, want nu is het altijd heel erg rustig daar. Ja, kort erbij, hè, voor de meeste mensen. En wel gezelliger, hè? Wij zijn er super fijn, maar ik denk dat het voor oudere mensen een probleem gaat worden in verband met parkeermogelijkheden, bereikbaarheid. Heel fijn, heel mooi. Mooi dichtbij en makkelijk te bereiken. Dus nou, ik vind het echt een mooi initiatief. Ja, ik vind dat een prima idee. Ik denk dat dat meer mensen in de gelegenheid stelt om heel makkelijk even binnen te lopen. Ik vind het geweldig. Maar ik vind het ook fijn dat wij in Sint-Michielsgestel onze bibliotheek houden. Dat die naar het gemeentehuis gaat. Dat die blijft. Dus dat vind ik goed. Prima. Goed. Het is goed dat hij hier nou in het centrum is, dat mensen het zien. Lijkt me. Want bij het Spectrum komen weinig mensen langs. Dus wat dat betreft is het goed dat hij nou hier is. Ik ben nog nooit bij de bibliotheek binnen geweest, zolang als de bibliotheek bestaat. Dus dat maakt me nou ook niet zoveel uit. Dat is veel beter dat ze daar komen wonen of zitten. Ja, ik vind dat wel heel goed. En vooral voor oudere mensen, dat die dikke niet wijd kunnen lopen. Maar daar wordt heel dik naar gekeken. Het is allemaal in één groot gebouw en dik moeilijk voor de ouderen om te bereiken. En ik vind dit wel een goed idee. Ik vind het ook goed dat het te bereiken is dat je en boodschappen kan doen en even je boeken in kan wisselen in de bibliotheek. Maar ik kom nou meer naar het centrum toe en op zich, ik vind het wel een goede actie dat ze dan wel wat meer in de pictures aan natuurlijk. Ja, ik weet niet. Voor de bibliotheek is het misschien wel goed dat ze hier zitten, dat weet ik niet. Het is even wennen, de tijden zijn net iets anders dan men gewoon is. Ze zijn nu voornamelijk in de middag geopend. Maar op zich wel heel fijn, want het blijft gewoon toegankelijk. Ik strik vandaag mensen, maar ik ben ook met mensen op zoek naar boeken. Er zijn overal nergens boeken verstopt. En als iemand een boek vindt, dan mag je daar een foto mee maken, een selfie. Die delen op social media en dan mag je het boek meenemen naar huis om te lezen. Als cadeautje aan de inwoners werden maar liefst 100 boeken verstopt in het centrum. Sommige boeken waren wel erg moeilijk te vinden, maar als je er dan eentje vindt... Ja, ik vind het heel leuk dat ze dat doen. Ja, heel origineel ook, vind ik het. Ik ga hem lezen in de trein aan mijn werk, want ik moet naar Den Haag, dus dan heb ik mooi iets te doen in de trein. Is het een leuk boek? Nou, ik denk dat leuk niet het goede woord is. Ik denk vooral heftig, maar het gaat over de oorlog in Syrië, dus... Ik ben benieuwd. Het is een heel mooi kinderboek. Ik ken het. Hè. Dat heb ik vroeger ook zelf gelezen. Dus dit komt wel op een goede plek terecht. Mijn kinderen zijn er waarschijnlijk al te oud voor om het nog te lezen. Maar die gaat wel een goede plekje krijgen. Dat moet geen probleem zijn. Ik wens ze veel succes. Oh, supermooi dat ze dit doen.